Van harte welkom. Dit is Sportcafé Rivierenland met een aantal gasten, waaronder de eerste. En dat is Gerry Vink. Gerry, van harte welkom. Een bijzondere man. Nou ben ik wel bevooroordeeld. Betrokken bij TSC en ook trainer bij Ajax. Maar het is bijzonder. Hè? En dat is natuurlijk lastig om van jezelf te zeggen. Maar ervaar je dat zelf ook zo? Dat je in een bijzondere situatie zit? Nou ja, de situatie is wel bijzonder. Maar zo ervaar ik het niet. Ik blijf toch wel een nuchtere jongen uit de Betuwe. Die toch wel van thuis uit meegekregen heeft. Hard werken, niet zeuren, positief blijven. En de schouders eronder. Nou, voor mensen die jou niet kennen, we hebben een filmpje en daar gaan we nu even naar kijken. De finale van de Future Cup 2017 tussen Ajax en Bayern München. En nu gaat het hier om deze zeer grote beker. De twee ploegen die tweede werden in hun groep, maar wel de halve finale hebben gewonnen. Ajax en Bayern München. Wat kunnen de mannen van Gerry Vink, die na een wat moeizame start positief hebben verrast dit toernooi. Het gaat allemaal niet heel soepel, maar ze staan in de finale. Wacht op Bakker. Bakker krijgt de ruimte. Strakke lage voorzet en een eigen doelpunt, denk ik. De La Vega viert het feest. Het is 1-0 voor Ajax. Maar ik vraag me af of De La Vega maakt dat het een eigen doelpunt is. Hoe dan ook, een razendsnelle voorsprong voor de Amsterdammers. En dat is lekker voor een ploeg die niet heel makkelijk scoort. Het is heel druk rond de keeper. Een fluitje meestal in het voordeel van de keeper als scheidsrechter. Nu niet. En gaat hij erin? Ja? Ja, natuurlijk! Het is 2-0 voor Ajax. Aberkane schiet de bal volgens mij op het einde erin. 2-0 voor Ajax. En hij is nu de topscorer van Ajax dus op deze Future Cup. Eerst de kopbal, dan half Gravenberg. En als die weer niet in krijgt, doet Aberkane het wel. Matthijs de Ligt reikt hem uit aan Sven Botman. En dus wint Ajax de Future Cup 2017. Een zeer knappe prestatie van de ploeg van Gerry Vink. Gefeliciteerd met het winnen van de Future Cup. Je zei van tevoren al, wij zijn een team dat kan vechten. Nou, dat is wel gebleken, hè? Ja, nou ja, daar begint het natuurlijk ook mee, hè. Ik denk, als je niet het elftal hebt wat de grootste talenten herbergt, wat we de afgelopen jaren wel gehad hebben, dan komt het samenspel met elkaar, het knokken voor elkaar, op een belangrijk punt te staan. Nou ja, dat heb je denk ik het hele toernooi eigenlijk wel teruggezien. Met veel bereidwilligheid, als team zeer goed opererend, goede goals nog gescoord. Ja, en dan heb je een beetje een mazzeltje in de penalty-serie natuurlijk. Waarop jij uiteindelijk een beetje, ook een 2-0 achterstand, goed maakt. Ja, dan ben je wel heel blij als je dan in de finale ook nog 2-0 wint van Bayern München. Bijzonder, heel bijzonder. Nou, niks te veel gezegd, Gerry. Een bijzondere situatie. Laten we het daar dan op houden waar je in verkeert. En dan heb ik het niet alleen over TSC, maar natuurlijk ook over Ajax. Hè? Om aan te geven, de jongens die in Ajax 1 voetballen, hoeveel jongens heb jij onder je hoede gehad? Nou, ik denk toch wel 80-85%. Behoudens de buitenlandse spelers die aangekocht zijn. De Sanchez, Neres dan nu. Maar over, en de Lasse Schöne heb ik natuurlijk nog gehad in jonge Ajax, toen hij niet in de Ajax 1 speelde. Mm-hmm. Dus ja, ik heb alle jongens, of ik ben de mentor van geweest, of ik heb ze 2, 3, 4 jaar onder mijn hoede gehad. En wat houdt dat dan in, mentor zijn? Is dat dan pamperen, doen, nou ja, voetballen? Hoe werkt dat? Je mentor houdt in dat je eigenlijk een speler bij je krijgt. Een aantal spelers die onder jouw hoede vallen dat jaar. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Daar heb je het tactisch plan mee gemaakt. Daar heb je het ontwikkelingsplan voor gemaakt. Daar heb je zijn privé dingetjes maak je mee. Jij wordt een soort klankbord voor hem. Waar hij altijd zijn verhaal kwijt kan. En jij moet ervoor zorgen dat hij stappen maakt dat jaar. En dat lukt jou dus blijkbaar. Waar zit hem dat in? Ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik denk dat het ook met name is dat iedereen heeft toch wel behoefte aan duidelijkheid, eerlijkheid en ik denk dat dat wel een van mijn krachten is. Duidelijk zijn, ook mijn specialisatie in spelers beter maken, kijken waar de kern zit. Ik ga heel diep met spelers, daar bedoel ik mee.
ik probeer in hun hart te komen. Want dan kun je ook heel kritisch naar elkaar toe zijn. Dat hij niet het gevoel heeft dat ik hem stuk wil maken, maar dat ik hem wil helpen. Ja, maar de wereld is keihard, hè? Ook, en vooral bij Ajax. Ja, topsport is keihard. Topsport is keihard. Maar hoe hou jij het nou al 10 jaar uit? Ja, komen en gaan van mensen. Dat zou je aan Ajax moeten vragen. Ergens doe ik toch iets goed, waarschijnlijk. Ja, maar wordt daar niet over gesproken of zo? Nou ja, de waardering is enorm. Je bent een dag bij ons op de toekomst geweest. Ja, fantastisch. Dus ja, dan weet je zelf. Ik leef daar eigenlijk ook in een andere wereld. Ik kom terug naar de rust, naar de Betuwe. Maar ik leef daar in Amsterdam. Iedere dag staan de handtekeningenjagers. Ja. Ja, vervolgens moet ik daarna... Nou, voor mij was dat ook weer een eye-opener. Natuurlijk maak ik je wekelijks mee bij TSC. Hè? De uitwedstrijden, de thuiswedstrijden. Ja. En dan kom je daar in Amsterdam. En dan is het niet Gerry, maar meneer Vink. En meneer Vink wordt dan geroepen door niet de minste. Nee, maar ja, dat is je bent er nu 12 jaar. En ja, je bouwt iets op. De waardering en het respect is enorm. Vandaar uiteindelijk ook je antwoord op, joh, hoe hou je het zo lang vol? Ja. Ik denk dat het in de kwaliteitsnorm zeer acceptabel is wat ik daar doe. Spelers lopen met me weg en mensen, de spelers zien. En uiteindelijk is dat volgens mij gevoel de rangschikking waar je in de pickorder komt te staan. Ja. Als je kijkt in alle interviews van spelers, komt mijn naam bovendrijven. Ik vraag daar niet om, dat is spontaniteit. Ja, dat is voor mijn gevoel de kracht van iemand ergens neerzetten. Maar die ook hoort. Nou, bezeten van dat spelletje, bezig met Ajax, met van alles en nog wat. En dan die droom die start bij TSC. Waarom? Nou, dat is uiteindelijk een liefde voor een aantal mensen en voor de club. Ik heb hier natuurlijk mooie jaren gehad in mijn afsluitende carrière. Ja, want je hebt gevoetbald op niet super hoog niveau, FC Wageningen. Dat was het, dus de eerste divisie. Maar niet de absolute top. Nee. En misschien en bij Ajax loopt alleen maar de absolute top. Absoluut. En dat is misschien ook wel de enorme drijf die daaruit voortvloeit. Mm-hmm. Als je kijkt naar, als je zelf niet de absolute top hebt gehaald, wel de droom had, maar ook door omstandigheden het net niet haalt, nou, dan ben je toch gemotiveerder om het ergens anders weer goed te kunnen maken waar je het ergens hebt laten zitten. Ja. Nou ja, die drijf zit enorm in me. Dat is ook waarschijnlijk een van mijn kernwaarheden die in mijn DNA zitten. Ambitieus, de beste van de, allemaal willen zijn. Ja, want als we het even over koppelen naar TSC het afgelopen seizoen. Het was een zwaar seizoen, hè? Met z'n allen. Gewoon, het was knokken geblazen. Ja. Moeilijk, twijfel. Ja. Ja. Dingen meegemaakt die jij eigenlijk ook niet gewend bent. Nou ja, leerzaam. Ja. Leerzaam. Ik vond het wel heel mooi, hè, dat je zelf al aangaf van halverwege het seizoen, ik heb zelf een fout gemaakt. Door wel heel breed te selecteren, maar niet door te selecteren. Correct. Dat heeft ook te maken weer waarschijnlijk met die familieman? Nou ja, als je 6 jaar met spelers aan de slag bent gegaan en je wordt tweede van Nederland op 1 punt achter op het kampioenschap van Nederland. Ja, ik bedoel... Dan heb je het gevoel, nou ja, met wat toevoegingen moeten we toch wel die middenmoot kunnen halen. Nou, niks was minder waar. Ja. We hadden de eerste helft van de competitie, hadden we het heel zwaar. Was ook nieuw voor mij. Was ontzettend leerzaam. Maar wel de conclusie tot aan de winterstop dat we een jaar te laat doorgeselecteerd hebben. Heb je nou getwijfeld achteraf van potverdorie jongens als we het maar redden? Twijfel is er niet geweest. Ik ben natuurlijk enorm eigenwijs en overtuigd van wat we met z'n allen aan het doen zijn. Ja. Wat ik wel geleerd heb is, ik heb natuurlijk wel getwijfeld, moeten we doorgaan in dezelfde filosofie waar we heel succesvol in zijn geweest. En ik heb, moet ik mijn normen bijstellen. Maar dat heb ik gelukkig niet gedaan. Ik ben blijven geloven in waar we voor staan. Fris, aanvallend voetbal. Het voetbal. Het voetbal moet de boventoon voeren. Alleen, een aantal spelers konden op dit niveau dat niet brengen wat ze de afgelopen 6 jaar wel hebben kunnen brengen. Nou ja, door een beetje mazzel, creatief, zijn er een aantal spelers bijgekomen. En ineens gaat die caravan weer draaien. Ja, en het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? We praten over 4-5 puntjes. Correct. Uiteindelijk. Correct. Maar ja, je moet niet vergeten dat we in de winterstop 18 gespeeld, 16 punten hadden, ja. 48 goals tegen. Nou, dan ben je gewoon dik degradant. Ja. Ja, en dat was ook het feit. Maar uiteindelijk, goed, volgens mij 12e met 3 punten achterstand op Linde die 6e wordt. En dat is natuurlijk ook een fantastische prestatie. Nou ja, de tweede helft van de competitie is een bijzondere prestatie geworden. Als je kijkt naar het aantal punten die je daar behaalt, het voetbal wat je speelt, heel herkenbaar weer. Ja. Ouderwets mensen naar huis zien gaan met heel tevreden gezichten. En het aantal punten die je haalt, voor mijn gevoel waren het er 32 uit 16 wedstrijden. Ja, dat is, ja, als je dat optelt, is dat top 3 niveau. Ja. En dan nu, dat volgende seizoen. We hebben nu gezien die tweede divisie, oké, okay, ja. We zitten er nog in. Klopt. En door.
Nou, en door is, we hebben in de winterstop dus een elftal geformeerd. Niet wetende of dat het elftal zou zijn waar we uiteindelijk naartoe willen. Waar we naartoe willen. Mm-hmm. Nou, wat blijkt nu na 4-5 maanden? Dat het elftal uiteindelijk boven zichzelf uitstijgt en waar nog heel veel rek in zit. Spelers die pas 5 maanden bij ons zijn. Als je ziet wat die al voor progressie boeken. Ja, het begint alweer wel echt een familieclub te worden. Hè? Ook die nieuwe jongens die perfect inpassen. Selecteer, wordt daar ook op geselecteerd? Ja, ja, daar kijk ik enorm naar. Past het? Naar welk profiel zijn we op zoek? Wat zoeken we specifiek? En ja, ik ben daar wel heel kritisch op. Met name, we nodigen ze vaak persoonlijk even uit. Goede gesprekken vinden dan plaats. Leren kennen van elkaar. Voelen van elkaar. Van, pas je bij mij? Wat kun je verwachten? Wat kan ik van jou verwachten? Een heel open en eerlijk verhaal. Dat je niet achteraf zegt, ja, hadden we dat maar eerder bespreekbaar gemaakt. Zo werkt het niet. Nou ja, wat blijkt nu? De huidige selectie van de tweede helft, die blijft in grote lijnen volledig bij elkaar. Ja, dus dat belooft nog wat. Nou ja, met een bepaalde gerichte aanwinsten die erbij zijn gekomen, kan het wel eens een heel interessant jaar gaan worden. Nou, durf je alweer te zeggen, top 3? Nou ja, de ambitie is altijd dat we zo hoog mogelijk willen eindigen. Na dit seizoen wil ik sowieso zeggen handhaven en iedere maand bijstellen waar we staan. Dus eerder door selecteren daar wat nodig? Dat is wel de leerzaamheid die we eruit moeten trekken. En ik denk ook dat we met name het voetbal wat we pretenderen, dat we dat moeten op de grasmat moeten laten tonen. En dat wordt denk ik het spraakmakende van het hele verhaal. En dan komen de successen vanzelf. Gaat jou het nou om de club, om het eigen verhaal? En dat bedoel ik. Wat bedoel ik daarmee? Dat is zeg maar onder welke vlag het uiteindelijk valt. Maakt het uit? Uiteindelijk is de club het belangrijkste. De club, het team en dan het individu. Zo moet het zijn. En wij zijn een onderdeeltje van de club. Ja, maar er wordt gesproken over fusies. Over kijken van in de toekomst, hoe moeten we dat samenbrengen? Omdat Long and Everlasting Love te zijn. Lien die nu weer gedoe heeft met een kunstgrasveld. Gaat eigenlijk nergens over. Maar kan wel de dood voor zijn club betekenen. Dat zou natuurlijk dood en doodzonde zijn. Nou ja, je merkt ook bij Tech. Dat er natuurlijk, het is natuurlijk een hele rare situatie dat de ene club op tweede divisieniveau speelt. Met een jeugdafdeling die eigenlijk niks voorstelt. En 1 minuut afstand zit er een jeugdopleiding die zijn weerga niet kent. Nou ja, daar zit natuurlijk voor mijn gevoel enorm veel winst. Ook voor de gemeente Tiel, de regio Tiel. Wat voor aantrekkingskracht heb je? En met name ook wat voor doorgroeimogelijkheden heb je? Als je dus vanuit je A-jeugd elk jaar 2 spelers of 3 spelers af kunt leveren aan het eerste elftal. Kun je ze zelf opleiden. En dat moet met name de regiofunctie worden. Die bijvoorbeeld, dus ik sta ook enorm voor zo'n fusie. Ik denk dat het ook noodzaak is. Ik denk dat je ook uitstraling krijgt. En met name voor de hele regio. Alle spelers willen bij zo'n club horen. En ik denk dat het enorm belangrijk is, met name voor de gemeente Tiel, in alles. Als je iedere dag op tv bent, ja, dan worden het helden. Kijk naar de spelers van Tech op dit moment. Ja. Dat worden helden voor kinderen die bij de club spelen. Ja, daar zie ik wel heel veel heil in. En ik denk ook noodzaak voor beide clubs. Even een gewetensvraag. Succescoach bij Ajax. Stel je voor, er komt een buitenlandse club die zegt, nou meneer Vink, de jeugdopleiding bij ons, ik noem eens wat, Tottenham Hotspur bijvoorbeeld, die komt. Wat gaat de heer Vink dan doen? Nou ja, alles is bespreekbaar. Dat is een zakelijk antwoord. Ja? Maar ik heb een vrouw die heel graag in Nederland nog blijft. Ik heb zelf verplichtingen hier in Nederland. Ik heb al wat aanzoeken gehad om overal te gaan werken. Ik heb prachtige aanbiedingen gehad. Maar ik zit heel goed bij Ajax. Ik heb mijn hobby bij Tech. En ik heb ook nog mijn bedrijf hierbij. Dus Rien, ik zit best wel redelijk goed waar ik nu zit. Oftewel, Gerry Vink is voor de Tielse voetbal voorlopig nog wel een 7-factor. Dat is wel de afspraak die ik samen met Henny bij gezondheid. Dat moeten we altijd even afwachten natuurlijk. Samen met Henny hebben we een droom samengesteld. En daar kom je elke keer op terug. En die droom is dat we Tiel, Tech op de kaart willen zetten. Nou. Spraakmakend. Nou, ik denk dat dat al redelijk op weg is. Ja, nu moeten we doorpakken met z'n allen om ook indrukwekkend te zijn. De volgende gast in deze aflevering van Sportcafé Rivierenland is Pieter van den Burg. Pieter, voorzitter van TSC. In die hoedanigheid zit jij nu hier aan tafel. Het was een roerig seizoen. Het was een heel leuk seizoen, maar ook roerig.
en een spannend seizoen. Want natuurlijk, de eerste helft deden we niet goed mee met voetballen. En de tweede helft hebben we dat zeker weer goed gemaakt. Dan heb je het over het eerste elftal. Daarover hebben we al uitgebreid gesproken met Gerry Vink. Hoe gaat het met de club? Goed. Niet jokken, hè? Ik jok niet, maar het gaat goed. Wij zijn natuurlijk een hele kleine club die in de stoelen, of ja, in feite meedansen met de grote clubs die in de tweede divisie zitten. Ja, dat is eigenlijk zeer bijzonder, hè? En dat is al heel bijzonder, want wij zijn toch een clubje van tussen de 300 en 500 leden, terwijl wij op moeten boksen aan clubs die minstens 1000 à 1400 leden hebben. Die hebben ook veel meer financiën ter beschikking. En ik vind dat wij dat nog knap doen en ook op een hele creatieve manier. Het is eigenlijk dus een soort transitie waar ook die club mee bezig is. Hè? Van Calimero naar gewoon een professioneel instelling. Ja, het piep en het kraak wel. Hè? Zo heet dat dan. Kun je dus een voorbeeldje noemen? Nou ja, wij hebben daar wil ik twee voorbeelden bij noemen. We hebben natuurlijk de hele ombuiging moeten hebben van wat Gerry Vink ook vertelde. We zijn in feite een betaald voetbalclub of voetbalorganisatie. Daar gaan we naartoe, of gedeeltelijk. Mm-hmm. En vanuit een amateur hart. Dat betekent ook dat je aan de ene kant, zoals Gerry Vink, heel hard moet zijn om door te selecteren. Aan de andere kant wil je ook de jeugd erbij betrekken om speelvreugde te hebben en keuzes te leren maken om te leren voetballen. Daarin hebben we ook Frits van den Berg zo bereid gevonden, dat is de trainer van het eerste elftal, om onze jeugdopleiding op te gaan zetten. Die heeft daar ook voor 3 jaar voor getekend, daar zijn we heel blij mee. Die gaat ook onze trainers coachen en wij hopen ook daarin een aantrekkingskracht te krijgen in de regio. En dat betekent ook dat, en dan kom ik op dat stukje brand, het merk, ik heb het eerst even een beetje moeten opzoeken, want iedereen, ja, maar we moeten ook een brand hebben. Ik dacht eerst, nou, er is echt brand, maar dat bedoel ik dan op de goede manier. Want wij zijn ook een merk aan het worden. Wij hadden een heel negatief imago in Tiel. Wij waren toch een beetje de club van de vechtersbazen, de rode pannenbuurt. De Marokkaantjes die altijd aan het vechten waren. Wij waren de woonwagenbewoners. Laten we er een doekjes om winden. Eigenlijk was de club op sterven na dood. Nou, niet op sterven na dood, maar men had een slecht imago. En ik moet je eerlijk zeggen, die mensen zijn, daar zijn nog gewoon, ook die doelgroepen zijn er nog lid van. Die hebben ze allemaal echt keurig netjes aangepast binnen de hele club situatie. En daarin heeft ook toch Gerry Vink ook van doe normaal joh. Dat slogan wat wij ook hebben. Dat hebben wij in feite ook door de hele club doorgevoerd. Je bent voorzitter van die club. Had jij het van tevoren, toen je in dat avontuur stapte, gedacht had dat je het zo leuk zou vinden? Nou, soms is het ook beter om te weten dat je niet alles weet. Want als je alles zou weten, dan denk ik ook dat je een beslissing maakt van nou, dat ga ik niet doen. Maar het moet ook een avontuur zijn. En de hoofdsponsor, de heer Van Dijkhuizen, die heeft mij in de tijd gevraagd om de club. Ik heb namelijk geen verstand van voetballen en ook niet van verzekeren. Maar ik heb wel een klein beetje verstand om structuren in een vereniging uit te zetten. En ja, daar, ik maak het zelf van dichtbij mee. Ik zie ook hoe jij je profileert naar andere verenigingen toe als voorzitter zijnde. En dan telt TEC echt aan mee. Dan TEC heeft een totaal ander imago gekregen. Daar is men nu trots op. Zelfs ook van binnen TEC. Men heeft veel meer voor elkaar over. Het is vanuit een soort roddel- en achterklapclub, is gewoon een hele positieve club geworden. We hebben een meeting gehad en dat is toch wel nog niet een smetje, maar het hele gebeuren met Spakenburg. Dat daar die vechtpartij, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat onze supporters zich echt keurig netjes hebben gedragen om daar deescalerend in die vechtpartij van jongens, doe dat nou niet, hou nou op, want we hebben hier een gezellige middag. Om op die manier op te treden. En je hebt ook veel steun gekregen van andere verenigingen uit die tweede divisie. Ja, het is heel erg leuk, want je bent eigenlijk ook gezamenlijke vereniging met al die besturen. En ik heb daar heel veel van geleerd, en mijn bestuur ook, want wij vonden het heel erg prettig om op een goede manier ontvangen te zijn. Dat betekende ook, want wij zijn natuurlijk al wat langer bezig, omdat vorig jaar, en er zijn ook een aantal clubs meegepromoveerd. En die hebben eigenlijk ook dezelfde soort problematieken die wij natuurlijk kennen. En dat is heel erg prettig om dat met elkaar te delen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de KNVB ook een heel goedwillend oor heeft gehad. Dus ook Pieter van den Burg maakt onderdeel uit van die stip op de horizon als het gaat om die droom van Vink.
Ja, op organisatorisch gebied heb ik daar mijn steentje aan bijgedragen. Het hele bestuur bij ons. Niet ten opzichte van het eerste elftal, ten opzichte van de prestaties. Maar we hebben wel gezorgd dat hun veel minder problemen aan hun hoofd hadden. Dan dat misschien wel wat de structuur binnen de club wel was. Tuurlijk, met al zijn haken en ogen natuurlijk. Ja. Goed, je bent een publiek figuur, ook in de politiek actief. Hoe lang blijf jij nog voor TSC behouden? Ja, dat is in de toekomst kijken, dat weet niemand. Laten we eerst gewoon eens de verkiezingen maar hebben in maart. Want u weet dat je blijft het leuk vinden? Ik blijf gewoon, TSC is ook mijn clubje geworden. Je wordt op een gegeven moment, als je daar 3 jaar rondloopt, dan heb je daarin een gevoel. En TSC, daar heb ik wel hele warme gevoelens bij. Ik moet u wel zeggen dat wij moeten ook wel verder kijken. En dat betekent ook, willen wij ook ons kunnen handhaven in die topregionen, dan moeten wij toch ook wel groeien naar een club van 1000 à 1500 mensen in de regio. Moeten wij ook wel een aantrekkingskracht hebben. We hebben nu een jeugdplan. Wat we geschreven hebben, dat wordt dus nu uitgelegd ook door Frits van den Berg. Maar aan de andere kant moeten we toch ook kijken van, nou, is het niet mogelijk om in Tiel, er zijn 4 sportclubs, om te kijken of we enigszins kunnen fuseren of kunnen samenwerken. Ja, en daar moet geen taboe omheen hangen, dat moet gewoon gebeuren uiteindelijk. Ja, dat moet echt, ik denk dat binnen 2 jaar dat daar wel duidelijkheid over moet zijn. Ook vinden die gesprekken al intensief plaats? Niet intensief, maar er zijn wel oriënterende gesprekken daarover geweest. Om eens af te tasten van hoe ligt het bij jullie. Dat is net zoiets als de formatie in de politiek. Hè, van gaan we wel of niet bij elkaar aan tafel zitten, en we zijn wel bij elkaar aan tafel geweest. En hoe wordt aan elkaar gesnuffeld? Hoe gaat dat? Ja, snuffelen. Ja, oké. Maar hoe zijn de geurtjes? Die zijn best goed. Ja, want wij hebben met onze club Tiole, daar komen heel veel publiek komen ook bij ons kijken. Wij komen ook vaak bij hun buurten en kijken. En een biertje drinken en voetballen kijken. Dus dat hoeft geen belemmering te zijn. Het is wel zo. Hun hebben ook een aantal mensen aangetrokken om een hele goede jeugdopleiding op te zetten. En wij zouden best wel graag met elkaar daarover in gesprek gaan. Van hoe kunnen we in de toekomst dit veel duidelijker voor de betere vorm gaan geven. Oftewel, nog genoeg werk te doen. Tot slot, nog een leuk nieuwtje? Nee, die heb ik niet. Nee, deze keer niet? Nee. Nou, dan houden we het daarbij. Nee, hey, mag ik je danken voor het gesprek? Dankjewel. In deze aflevering van Sportcafé Rivierenland aandacht voor William Wilkes en Ina Wilkes. Jullie hebben een bijzonder verhaal, hè? Zoals al die mensen eigenlijk die hier aan tafel zijn geweest in deze aflevering. Ja. Maar jij gaat lopen. Ik ga inderdaad lopen. Ik ga de hoogste berg van Europa beklimmen. Die is 5626 meter hoog. En die gaan we wandelend omhoog proberen. Ik zou dan zeggen, je bent niet goed wijs. Ja, niet goed wijs. Je moet een uitdaging in je leven hebben, zeg maar. Dus, ja, waarom doe je dat? Waarom ga je dat doen? Ik ga dat doen om voor mezelf een doel te hebben, zeg maar. Om ontspanning te hebben, om te kunnen trainen. Anders ben je toch dagelijks met je werk bezig, zeg maar. Ja, want jullie hebben een autobedrijf, hè? Dat weet iedereen wel zo'n beetje. Hmm. En dan is het juist, zeg maar, om je weer op te laden en dan sportief bezig te zijn. Ja. En tegelijkertijd ook voor het goede doel. Ja, ook voor het goede doel. Dit jaar hebben we Stichting Hartekind eraan vastgebonden. Om daar centjes op te halen. Het is een kleine stichting, zeg maar. Dus dat trok ons wel aan. Jonge kinderen die geboren worden met een hartafwijking. Ja, dus, leek ons wel een heel goed doel. Ina, jij bent daar natuurlijk als vrouw ook bij betrokken. Maar jij staat er ook helemaal achter, heb je mezelf in het voorgesprek al verteld. Vertel eens even over die Elbrus Experience 2017. Wat houdt dat nou precies in? Ja, ze zijn met een groep van 5 mannen, zijn het. gaan ze 11 dagen op pad naar Rusland, want daar ligt de Elbrus. Dan gaan ze met z'n 5 de beklimming onder begeleiding van professionals, van gidsen, gaan ze de beklimming aan. En ja, er is heel veel, omdat het hoogte is ook kans op minder zuurstof. Dus ze moeten echt
omhoog, weer naar beneden klimmen, weer afdalen, daar slapen, weer de volgende dag weer omhoog, weer afdalen naar het kamp. En zo blijven proberen ze dat 7 dagen naar boven te komen, om dan de 8e of de 9e dag uiteindelijk de top te kunnen bereiken. Ja, pittig verhaal natuurlijk. Wat is jouw rol precies? Ja, ik probeer ondersteunend te zijn voor de stichting Elbrus die opgericht is. Ik probeer de website wat bij te houden, ondersteun bij de sponsoring en trainingsmaatje. Ja. Ja. Ja, want jullie lopen ook samen, hè? Bijvoorbeeld in het weekend op de zondag, dat is jullie vrije dag. Zeker. Dan is het lopen geblazen. Lopen geblazen, ja. Dus dan 's morgens vroeg uit de veren, lekker een aantal kilometers lopen, proberen daar steeds uit te breiden. Uiteindelijk het doel is, eind augustus gaan we weg. Om begin augustus een keer 60 kilometer te lopen, zeg maar. Want de topdag is gewoon, moeten we inschatten, tussen de 15 en 18 uur lopen. Dus, ja. Hey, hoe kom je bij die bergen Rusland uit? Hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Ja. Nou, daar bedoel ik mee te zeggen, hè? Je kunt natuurlijk overal lopen. Ja. Maar waarom daar in Rusland? Ja, was dat de uitdaging? Dat was de uitdaging, ja. De hoogste berg van Europa, om die een keer te gaan beklimmen, zeg maar. Precies, dat is ook de hoogste berg. Okay, ja. Wist ik dan weer niet. Nee. Hey, en jullie gaan er nog aandacht aan besteden ook, hè? Ja. Jullie gaan het niet voor commercialiseren, want dat past helemaal niet bij jullie. Dat hebben jullie zelf aangegeven. Nee. Het is jullie niet te doen om meer klanten binnen te halen. Nee. Maar het is wel onderscheidend, hoe je het ook bent of keert. Jazeker, ja. Het is niet zomaar wat, zeg maar. Nee. Dus ook qua trainingen. En, er zit ook gevaar aan. En als ik straks weg ben, zal Ina toch alles op moeten vangen, zeg maar. Dus het is nogal wat. Ja. Nou, wij van de Regio TV vinden het zeer bijzonder. Dus in die gesprekken hebben we daar ook over gehad met elkaar. Ja. Om dat te gaan volgen. En dat gaan we ook doen in een soort van, dus laten we maar zeggen, documentaire soap. Ja. In de aanloop daar naartoe. En natuurlijk ook het gebeuren zelf. Ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Heel veel zin in, ja. Ja, dat is ook aan je gezicht te zien. Ja. En dat geldt voor jou natuurlijk ook. Ja. Hey, mag ik jullie daar heel veel succes bij wensen? En natuurlijk gaan we van jullie horen. Oké, heel graag. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja. Tot zover deze aflevering van Sportcafé Rivierenland. We zijn er de volgende maand weer. Graag tot dan.